Ja, dat weet ik wel. Ja. Dat weet ik wel. Ik zelf ook. Ik gooi me even lekker los. Dat ik lekker los ben natuurlijk, hè. Oké, heren, ik ben lekker los. Moet je luisteren. Nou lijkt het mij het lekkerste voor jou ook. Als we nou zo doen, dat ik begin nou met hun, hè. Met hun. Dus wij gaan lekker op weg, hè. En nou, op een gegeven moment, als wij dus lekker aan de gang zijn met z'n zevenen, hè. Dan, op een gegeven moment, dan klappen alle luiken open. Natuurlijk, en dan komt de solist. Ja, natuurlijk. Oké. En dan kom jij. Lijkt mij best. Nee, ik ben de solist. Sinds wanneer? Ik sta toch voor de microfoon. Ik ben de solist. Is dat de solist? Heren, het is zo. Ik heb met hem afgesproken. Wij beginnen en als we op gang zijn, komt er een socialist binnen. Ja? Oké. Zeg, ik geef jou apart een teken als jij in elkaar kan vallen. Natuurlijk, de solist krijgt apart een teken. Heren, attentie. Daar komt hij. Let je op mijn teken? Komt hij? 1, 2, 3, 2, 3, 4. Misverstandje. Waar beginnen, hoor? Ik sta te wachten op een teken. Ik doe... doe ik. Dat is toch geen muzikaal teken? Heb je ooit een dirigent van het Concertgebouw Orkest? Iedere dirigent heeft toch zijn eigen stijl? Nee, dat moet je doen met het stokje. Ik kan toch geen het stokje doen? Nee, alleen maar zwaaien, wijzen, duidelijk in de richting van de solist. De deken met de stok. Oké. Teken met de stok. Heren, excuus, parfum. We zijn wat later thuis. Hij wil een teken hebben met de stok. Dus we beginnen helemaal opnieuw, ja. Teken met de stok. Ligt die Biels daar nog? Slijp er even een punt aan. Heren, daar gaan we. Let je op de stok nou? Heren, daar komt-ie. 1, 2, 3, 2, 3. Ogenblik, even stop. Wat nou weer? Je gooide met de stok. Natuurlijk, ik gooi je macht in je brillenglazen langs. Waarom begin je nou niet? Dat is de grootste fout die je kunt maken. Gooien met de dirigeerstok. Waar blijven we? Bekijk hem even lekker zelf, ja. Bekijk hem even lekker is zelf. Is misschien wel veel beter, ja. Ja, hij bekijkt hem even lekker zelf. We hopen goddank niet mee te kijken, hè. Dan zet ik zelf in. Ja, maar niet te veel, want je staat al rood. Heren, hij bekijkt hem zelf. Dus wij spelen gewoon ieder voor zijn malle moes komt, ja. Gaat hij weer. Heren, daar komt hij, hè. En in één keer van de kant graag, hè. Ben je klaar voor? 1, 2, 3, 2, 3, 4. Er was eens een klein meisje, dat meisje heette Roodkapje. En ze heette zo omdat ze altijd een rood mutsje droeg. Op zekere dag vroeg de moeder aan Roodkapje. Roodkapje, wil jij naar grootmoeder gaan? Huh? Wat sta je te doen? Wat sta je te doen? Wat spook je uit? Ik beeld het verhaal uit natuurlijk. Je beeld het verhaal uit. Het is toch leuk voor de mensen die jou niet kunnen volgen. Die denken, waar heeft die gek het over? Die zien mij het uiben. Net als in de musical. Net als in de musical. Wie zou de gek zijn? Jij? Want het gaat over Roodkapje. Je hebt de gele muts op je kop. Ja, dat weet je toch wel? Wat moet ik weten? Pas bekend, iedereen weet kranten. Fred Emmer stond er bol van. Stond Fred Emmer bol? Roodkapje? Ja. Was kleurenblind. Is pas bekend geworden. Is dat zo? Eigenlijk heette ze Geel Mutje. Zijn ze pas achtergekomen? Ach. Zijn ze pas Yellow Cap, zeggen de Fransen. Yellow Cap. Maar hoe zijn ze erachter gekomen? Door opgravingen natuurlijk. Ze waren aan het opgraven. Wie hebben de opgravingen gedaan? Oh, zo stel argeloos, hè. En die kwamen. Ja, het is nou wel mooi. Doorgaan, hè? Doorgaan! Oké, heer. Doorgaan! Op zoek, bedankt voor de aanbod.
me net inhouden. Normaal dan scheur mijn overhemd open en dan word ik helemaal groen. Het was heel griezelig hoor, wat je nou deed. En hoe komt het allemaal? Omdat je de verkeerde melodie speelt. Je speelde doorgaan. Nou, dat voel je toch ook? Nee. Ik bedoelde dat je met de oorspronkelijke melodie moest doorgaan. Dat weet ik zelf ook wel hoor. De ene fout dat de andere die je staat te maken. Hè? De ene grote blamage dat de andere. Ik ben nou toch wel eens een keer heel erg toornig. Hè, word nou niet toornig. Hè? Ja, ik ben zeer toornig. Hè, je gaat zo schilferen. Nou, als je niet toornig, hè. De ene fout dat de andere. Ja, een blamage. Iedereen kijkt. Dat is het nou thuis. Je staat zo vergek. Ik geneer me zo. Niet zo boos nou, hè. Natuurlijk ben ik boos, maar zeer boos. Niet zo boos. Als jij de goede melodie speelt, ben ik niet de boos. Hoi. Dat vind ik zo goed van je, weet je dat? Dat vind ik zo goed van je. Ik vind je goed hoor. Ik vind je hartstikke goed, hè? Oh. Vind je even de beste? Ik vind je even de beste. Dank je zeer. Ik wel. Vind je hartstikke goed? Ik wel. Dank je. Ik wel. Hoezo? Wat jij wel. Laat ze maar lachen. Lachen? Laat ze maar lachen. Mensen. Ik vind je goed, hoor. Mensen lachen aan mijn voeten. Ik vind je goed, hoor. Ah, nou, oké. Het is genoeg zo. Gigant. Kijk. Het is te veel. Zet hem even aan. Nou, gaat het toch een zak! Mensen. Wat is er nou weer? Even vragen uit de kerst of je even je geurvreters aan wil doen. Wordt gevraagd. Wie vroeg dat? In die witte jas. In die witte jas. Schuwelijk was niet. Heren, daar gaan we. Attentie, daar komt hij weer. 1, 2, 3. Plotseling hoorde het meisje in de struiken achter zich een vreemd geritsel. Ze keek om en daar stond de wolf. Eerst schrok Roodkapje wel wat. Maar de wolf kwam heel voorzichtig naderbij om het meisje niet aan het schrikken te maken. En de wolf zei... Niet schrikken, ik ben het. En de wolf zei... Dag mevrouwtje. Gelooft u werkelijk dat één keer lepeltje treft langer mee gaat dan u denkt? De wolf ging er als een haast vandoor. Weer. Naar het huisje van grootmoeder en klopte op de deur. Open maar, gij! Hij doet dat als Roodkapje. Open maar, gij! Wie is daar? Nou, laten we nou niet van die domme vragen gaan stellen. Nou, wie zou daar nou zijn? Nou zijn we even schreeuwnierig met z'n allen, hoor. Wie kan dat nou wezen, hè? Hallo, sprookje. 1914 op zondag. 3 maanden ineens op zondag. 2 op zondagmiddag. Nou, wie zou daar nou voor de deur staan? Weer die vent met die encyclopedie? Zo encyclopedie. Er is zo in een andere uitzending staat een schets van de encyclopedie. Ja, alsjeblieft, zeg. Ook een man en aan de voor grootmoeder iets kon doen, at de wolf haar in één hap op. Wat is er? Zo'n oude dronken opoe in één hap. De wolf ging in grootmoeders bed liggen. Ja, voedselvergiftiging natuurlijk. Toen kwam Roodkapje bij het huisje van grootmoeder aan en klopte op de deur. Overmorgen! En de wolf riep, trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur van ze... Wat doe je nou? Ik trek een touwtje. Dat is het touwtje van het licht. Ja, zie ik ook. Hey, zeg alsjeblieft, doe dat licht dan. Ik kan het touwtje niet meer vinden. Zoek. Hallo, heren van de Agenietenshof. Kan u even het licht aan doen? Ik kan het touwtje niet meer vinden. Even. Ah, fijn. Dank u. Nou deed je het weer.
Sorry, mijn fout. Excuus, parfum, ook aan boven, maar er is paling. Hallo, heren. Van de niet-genieten-hof. Kan u nog één keer aan? Dank u. Trek maar aan het touwtje. Dan ga... Blijf nou toch eens van dat licht af. Je vraagt er zelf steeds om, hoor. Doe aan dat licht. Chagrijn. Heren, kan de klep nog één keer tegen de open kant? Wat heb je grote handen? Wat heb je grote oren? Wat heb je grote neus? We gaan niet persoonlijk worden, hè? Het klopt precies. We gaan niet persoonlijk worden, hè? Het klopt precies. Oh, wat heb jij je grote zonnebril op? Ik heb helemaal geen zonnebril op. Oh nee, zijn je neus gaat. Gelukkig kwam toen de jager binnen en die schoot de wolf dood. En toen die de schoten van baas. Het is fout, ik heb toch nog geen gelukkig slot. En geen gelukkig slot?